buitenlandse gasten bij herdenking. Bewoners Veerweg boos op projectbureau. Het is vandaag 9 september. Dit is het PMA-journaal. De bewoners van de Veerweg in Blitterswijk hebben in samenspraak met de dorpsraad gisteren een open brief naar het projectbureau Ooijewansum gestuurd. Reden? Ze hebben het gevoel dat er niet wordt geluisterd naar hun ideeën over de gebiedsontwikkeling van de Veerweg. Projectbureau Ooijewansum is bezig met de gebiedsontwikkeling van deze omgeving om een definitieve oplossing te bieden voor hoogwaterproblematiek. Een van de gebieden waar iets gaat veranderen is de Veerweg, de straat in Blitterswijk die langs de Maas loopt en in 1993 en 1995 tijdens het hoogwater geheel blank heeft gestaan. Om de huizen te beschermen wil het projectbureau de dijk verhogen, tot ongenoegen van een aantal bewoners, want hierdoor moet een fruitboomgaard verdwijnen. Peter Simons woont tegenover deze boomgaard en vindt het om meerdere redenen belangrijk dat deze plek behouden blijft. Omdat hij eerst een mooi landschappelijk beeld geeft. Ten tweede omdat het ook een waarde heeft voor het dorp. Vele bewoners hebben hier nog gespeeld als klein kind. Weten nog dat hier nog holle bomen staan. Maar ook gewoon alleen voor de toerist die hier langskomt, die hiervan genieten. En wij willen graag ook het landschappelijk zo in laten richten dat het niet straks een dijk is met daarna niks meer. Gewoon akkerland. Het zou mooi zijn als er nog wat bomen en zeker zo'n mooie fruitboomgaard blijven staan. Het is ook iets unieks. Het is een van de weinigen hier in deze omgeving, een hoogstamboomgaard die we nog hebben. Tijdens gesprekken met het projectbureau hebben bewoners een alternatief geopperd. Een harde betonnen damwand. Hiermee zou de boomgaard behouden kunnen blijven. Simons heeft echter niet het idee dat dit alternatief door het projectbureau serieus wordt genomen. Wij worden gehoord en daar is het mee af. Verder hebben wij gevraagd, wil u alstublieft ons laten zien waarom een dijk beter is dan een harde kering? Financieel zou kunnen, maar er wordt alleen maar gesproken van het is duurder. En zonder dat er eigenlijk feiten bij genoemd worden van hoeveel duurder of wat zijn de kosten van een groene dijk, wat zijn de kosten van een harde kering, wat zijn de onderhoudskosten van een groene dijk, want die moet ook onderhouden worden. Dat is bij de harde kering natuurlijk niet zo. We krijgen er geen antwoord op. Kees-Jan van den Herik is omgevingsmanager bij projectbureau Ooijewansum. Hij snapt dat de bewoners de boomgaard het liefste zien blijven bestaan. Maar volgens het bureau kan een harde kering niet worden aangelegd. Het gaat met name om de kosten daarvan. Het is erg kostbaar om een dijk te maken van beton en staal op die plek. Dan moet je damwanden slaan, betonnen sloven maken en ook in het onderhoud uiteindelijk is dat ongewenst. Dat probeer je eigenlijk te voorkomen om dijken van beton en staal te maken. Wat voor kosten gaat het dan? Ja, wij hebben het verschil tussen de dijk die wij daar zouden willen aanleggen en de dijk die de bewoners daar willen hebben, hebben wij geraamd op €350.000, duurder. Een stukje verderop moet de dijk de weg kruisen. En dit houdt in dat de weg verhoogd moet worden. Dit levert een gevaarlijke situatie op, volgens bewoner Marcel Renkens. Want net achter de verhoging ligt een zijweg, die het verkeer dan niet meer kan zien. Nou hebben wij het projectbureau gevraagd om de dijk een stuk op te schuiven, verder in noordelijke richting, om eigenlijk die dijkovergang wat verder van die zijstraat te krijgen, zodat de verkeerssituatie stukken overzichtelijker wordt en minder risico op ongelukken. En was dat een optie voor hun? Toen wij in de bespreking die wij eind mei hebben gehad met het projectbureau, hebben wij dat voorgesteld en toen werd daar best wel positief op gereageerd. Van, hey, daar hebben we niet aan gedacht, dat is een hele goeie. Dat gaan we verder uitzoeken. Maar daar is het eigenlijk een beetje bij gebleven. Het projectbureau geeft echter aan dat er wel rekening wordt gehouden met dit idee. De dijk wordt naar noordelijke richting verplaatst. Ja, dat is een misverstand en daar hebben we wel degelijk rekening mee gehouden. Want we hebben natuurlijk met de bewoners overlegd over wat daar ter plekke allemaal speelt. En in dat ontwerpatelier met elkaar dingen doorgenomen. Eén daarvan was dat de nieuwe dijkovergang een wat gevaarlijke situatie zou opleveren met een weggetje wat daar loopt. En we hebben dus de dijkovergang opgeschoven naar het noorden, zoals de bewoners wensen. Hoe kan het dat meneer dat nog niet weet? Nou, we zijn zo druk met elkaar aan te spreken en aan het schrijven over die boomgaard, dat eigenlijk de boomgaard eigenlijk de aandacht een beetje afgeleid heeft van de dingen die we wel voor ze hebben gedaan. De bewoners hebben meerdere malen contact gehad met het projectbureau
en vragen gesteld over het verdwijnen van de boomgaard, de waterhuishouding en de verhoging van de weg. Omdat zij na enkele maanden tijd nog geen bevredigend antwoord hebben gekregen, is gisteren een open brief gestuurd, onder andere ook naar het college, gemeenteraadspartijen en provincie. Het is de laatste hoop van de bewoners om aandacht te krijgen. Peter en Marcel hebben namelijk het idee dat er op dit moment niet wordt geluisterd. Het gevoel is gewoon dat zij bepalen, zo willen wij het, verder is er geen discussie. Mogelijk is hier een geldzaak een rol, wij zijn het sluitstuk van de begroting. Goedkoop oplossen en wegwezen. Doe wat je hebt beloofd, want ze hebben ons gewoon beloofd om verschillende dingen uit te werken, verder toe te lichten. Daar komt helemaal niks van terecht. Helemaal niks. De bewoners hebben tot nu toe geen antwoord gekregen op de open brief en wachten af. Wanneer kunnen deze mensen een antwoord verwachten? Ja, wij gaan gewoon weer direct met elkaar in gesprek, want dat hoeft niet per se via brieven en tv-programma's wat ons betreft. Dus wij gaan gooien met ze in gesprek. Afgelopen zaterdag was bij de kasteelruïne in Gijster een herdenking van de bevrijding in 1944. Deze week is het namelijk 70 jaar geleden dat in Limburg de bevrijding begon. Het kasteel in Gijsteren is tijdens de bevrijding in 1944 gebombardeerd door de Engelsen. Daarvoor was het bezet door de Duitsers. Ondanks deze inname was er een goede verstandhouding tussen de bezetters en de Nederlandse slachtoffers. De bezetters hielpen bijvoorbeeld om de onderduikers in het kasteel te vrijwaren van meegenomen worden door anderen. Dus ze zeiden van nee, jullie mogen er niet in, want dit is militair terrein en hier hebben wij het voor het zeggen. Dus dat is, ja, dat zijn toch wel heel bijzondere dingen. En ik denk dat dat de hoofdreden is waarom deze locatie ook voor Liberation Route interessant was. Liberation Route is een route door heel Europa die langs historisch belangrijke plekken uit de Tweede Wereldoorlog leidt. Een van de mensen die zich heeft ingezet voor het betrekken van Venray in deze route is Harry Eijsen uit Gijsteren. Hij weet hoeveel werk het is geweest om de ruïne op te laten nemen in de route. Nou, eerst moet historisch gekeken worden of het wel een goede plek is, of het allemaal klopt. En er moet een goed verhaal bij, want wat het om gaat is dat er dus een luistersteen ligt. Op die steen staat een code of met een telefoonnummer. Kun je dan een luisterverhaaltje, een speeltje kun je dan horen over het verhaal wat zich daar afgespeeld heeft. Zaterdag werd de luistersteen van de Liberation Route onthuld. Basisschoolleerlingen uit Gijsteren, Wansum en Maashees mochten dit gezamenlijk doen door alle een steen op de grote zwerfkei te leggen. De leerlingen hadden de stenen zelf ergens gevonden en er een vredeswens opgeschreven. Er was veel belangstelling voor de onthulling. Bijzonder ook de aanwezigheid van een aantal buitenlandse gasten. In eerste plaats de Duitse ambassadeur, meneer Kremp. Heel bijzonder dat hij hier aanwezig wil zijn. Daarnaast de burgemeester van Weetze. Dat houdt verband met het Liberation Route project. En daarnaast zijn er ook drie Engelse gasten die de familieleden zijn van korporaal Canibert, Claude Canibert. En dat is iemand, een van de Suffolks die in der tijd in 1944 Gijsteren bevrijd heeft. Tijdens de herdenking voerde een Spitfire ook een flypass uit. Een unieke gebeurtenis, want dit toestel is het nog enig vliegende exemplaar dat werd ingezet bij de landing in Normandië tijdens D-Day. Het publiek was dan ook zichtbaar onder de indruk. Het Koninklijk Sint-Willibrordeschilde uit Gijsteren verzorgde een vendelhulde. Harry Eijsen is naast lid van de werkgroep Liberation Route ook vendelier van het gilde. Met de bewegingen die de vendeliers tijdens hun hulde maken, brengen zij een speciale boodschap. Elke slag heeft zijn betekenis. Je ziet ook dat het van boven naar beneden afgewerkt wordt. Er zit een gebed zit er eigenlijk achter. Want het gilde is van oudsher een vereniging die het dorp, maar ook de kerk moest beschermen. Naast de buitenlandse gasten waren er ook veel mensen uit Venray aanwezig. En natuurlijk ook de burgemeester, die een toespraak hield. En tijdens zijn speech gaf hij speciale aandacht aan de aanwezige kinderen. Kinderen zijn zo geweldig belangrijk. En misschien zijn we de afgelopen 30, 40, 50 jaar hebben we de kinderen een beetje ook verwaarloosd. Maar over 30, 40 jaar staat een van die kinderen die nadat zal, die staat dan hier. En die wordt dan geïnterviewd door uw opvolgers. Dus we moeten daar heel erg goed mee omgaan, vind ik. We mogen onze jeugd niet verwaarlozen. Dus we moeten ze ook een hart onder de riem blijven steken. Daarom heb ik ze als eerste verwelkomd.
De burgemeester richtte zich bovendien tot de buitenlandse gasten, waaronder de Duitse ambassadeur en de burgemeester van Weetze, met wie hij een vriendschappelijke band heeft opgebouwd. Volgens Gielissen is de Duitse betrokkenheid bij dergelijke bijeenkomsten van groot belang. Wat er 70 jaar geleden is gebeurd, dat was nou niet echt het mooiste onderdeel van de wereldgeschiedenis, om het maar eens heel voorzichtig uit te drukken. En daar moeten we met z'n allen aan werken. En dat kun je vooral doen ook door een voorbeeld te geven. Iedereen ziet dat we met Duitse bestuurders goede contacten hebben. En dat is ook als voorbeeld heel, heel goed. Na deze onthulling startte het Memorial Concert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Speciaal voor dit optreden werd een keuze gemaakt uit het swingende repertoire. Het thema vrede en verdraagzaamheid liep als rode draad door het programma. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen overdag is het tamelijk koel weer. Het is meestal half tot zwaar bewolkt en het blijft droog. Tijdens enkele zonnige perioden wordt het maximaal 18 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.